Welkom bij de Spellen zonder Dit Kinderspel. Dixit, uitgegeven door Liberut. Het is een spel voor 3 tot 6 spelers waar je ongeveer een half uur mee bezig bent. En het is een beetje een abstract spel. In dit spel krijgen alle spelers kaarten met erop een afbeelding. En moeten zij omschrijven wat er op de afbeelding staat, zonder daadwerkelijk de afbeelding te omschrijven. Dat klinkt wat ingewikkeld, gaan we zo verder naar kijken. Doe je dat goed, dan wordt jouw kaart gekozen, krijg je daar punten voor. En doe je het niet goed, of doe je het te goed, dan wordt jouw kaart niet gekozen en dan krijg je geen punten. En als de kaarten allemaal op zijn, is degene die de meeste punten heeft de winnaar van dit spel. We gaan eerst eens kijken wat we krijgen van het spel. Het spel is gemaakt door Jean-Louis Rubira en wij krijgen de spelregels. En dat lijkt een heel boekwerkje, maar dat komt omdat alle spelregels in diverse talen zijn. En eigenlijk zijn dit de spelregels 1, 2 kantjes. En daar zitten dan ook nog voorbeelden bij. Daarnaast voor de 6 spelers een konijntje in zijn of haar kleur. En de stemkaarten met daarop de getallen 1 tot en met 6. En dat is natuurlijk 6 keer. En we krijgen een hele dikke stapel met kaarten. En daarop staan allemaal prachtige afbeeldingen. Tenminste, ja, je moet ervan houden. Het is een hele eigen stijl. Ik vind hem erg fraai. En de doos, die is lekker groot, terwijl je niet zoveel ruimte nodig hebt, fungeert tevens als scorespoor. Is handig en aan de andere kant ook wat onstabiel, maar wel een geinig idee. We gaan eens een spelletje spelen. Iedere speler begint met zijn haasje op de 0, om weer te geven hoeveel punten hij heeft. En daarnaast een aantal fiches gelijk aan het aantal spelers. Dus in dit voorbeeld zijn we met 6 spelers, dan krijg je dus 6 stemfiches. Daarnaast een hand van 6 kaarten. Ben je met 3 spelers, dan adviseren ze om zelfs 7 kaarten per persoon te doen. Je beurt is eigenlijk heel simpel. Je maakt uit, middels een dobbelsteen of wat voor manier dan ook, wie de startspeler wordt en die begint. Die kijkt naar de kaarten in zijn hand. Dat zijn allemaal illustraties, er zitten nooit tekst op. En vervolgens kiest hij een van die kaarten en gaat hij een soort van omschrijving erbij geven zonder te zeggen wat die is. Dus hij mag niet zeggen, het zijn plantenstengels die een mes vasthouden. Dat mag niet, je mag niet zeggen wat erop staat. Maar je mag bijvoorbeeld zeggen, bijvoorbeeld het eerste wat bij mij opkomt is doornroosje. Dan heb je de strengelde doornstruiken. Dus ik zeg doornroosje en ik wil deze kaart daarvoor gebruiken. Die leg ik dicht neer. Dan gaan de 5 andere spelers in hun hand kijken. En die hebben natuurlijk ook allemaal een hand van 6 kaarten. En die gaan kijken, heb ik iets wat lijkt op doornroosje? Waardoor ik bijvoorbeeld de kaart van hem in de war kan schoppen. Nou, eens kijken, wat heb ik hier? Een reus, een speelgoedwinkel. Ja, dat is niet echt iets wat op doornroosje lijkt. Maar laat ik gewoon het monster erbij gooien. Doe eens gek. Nou, en zo doen alle spelers er een kaart bij, tot er dus in totaal een 6-tal kaarten liggen. Nadat alle spelers 1 kaart aan de verteller hebben gegeven, pakt de verteller de kaarten, in dit geval zullen het er 6 zijn, want we spelen het voorbeeld met 6. Die schudt alle kaarten en legt ze duidelijk open en bloot voor iedereen neer, zodat iedereen kan zien wat de 6 opties zijn waaruit zij zometeen mogen kiezen. Want de andere 5 spelers gaan nu heimelijk een keuze maken en proberen te achterhalen welke kaart nou van de verteller was. De verteller had gezegd door een roosje, dus dat is de kaart waar ze op moeten aanslaan. De verteller nummert de kaarten, zodat iedereen er makkelijk op kan gaan stemmen. Wat is nou het idee, waarom wil je niet te specifiek zijn? Als jij heel specifiek je kaart omschrijft, en wat ik al eerder zei, het is niet toegestaan om letterlijk te zeggen wat er op je kaart staat. Maar als je heel specifiek kan omschrijven wat er op jouw kaart staat, dan kunnen alle spelers zeggen, oké, dit is jouw kaart. Dat wil zeggen, als iedereen de kaart van de verteller kiest, heeft de verteller 0 punten en krijgen alle andere spelers 2 punten. Daarnaast, als je heel specifiek bent, kan ook iedereen zeggen, ja, maar ik gun jou geen punten. Dus stemmen ze allemaal op een andere kaart. Dus als de kaart van de verteller ook nog eens een keer niet gekozen wordt, levert het hem dat ook 0 punten op en gaan er wederom 2 punten naar alle andere spelers. Dus je wil niet te specifiek zijn. Plus, dat maakt het ook een stuk leuker. Alle spelers gaan nu in hun hand zoeken naar het stemfiche van de kaart waarvan zij denken dat is hem. Roze, die heeft sowieso dit monster gespeeld en die zit te denken door een roosje. Ik vind kaart 4 erbij passen. Dat doet hij in stilte, heimelijk.
Alle spelers nemen een van de stemfiches met daarop het nummer van de kaart waarvan zij denken dat het hem is, in hun hand. Als iedereen dat heeft gedaan, laat iedereen tegelijk zien welk nummer ze hebben en worden de nummers bij de kaarten gelegd die ze gekozen hebben. En dan volgt er een scoreronde. Zoals ik al zei, kiest iedereen de kaart van de verteller. 2 punten voor iedereen, behalve de verteller. Kiest niemand de kaart van de verteller. 2 punten voor iedereen, behalve de verteller. Maar laten we zeggen in mijn voorbeeld dat er 3 mensen goed zaten en 2 mensen zaten ernaast. Ik leg alleen even roze en blauw neer, dat is genoeg voor mijn voorbeeld. Iedereen die het goed geraden heeft, en dan wil dat zeggen dat de verteller dus ook zijn verhaal goed genoeg gedaan heeft, krijgt 3 punten. Dus de verteller 3 en alle mensen die nummer 4 hebben gegokt krijgen 3 punten. Daarnaast krijgen de spelers ook nog eens een keer, dus niet de verteller maar de overige spelers, bonuspunten als de kaart die zij gespeeld hebben ook nog eens een keer gekozen heeft. Roos heeft deze draak neergelegd. Blauw dacht dat dit heel goed bij Door een Roosje paste en heeft dus hierop gestemd. Dat is fout, dat betekent dat blauw geen punten krijgt. Roos krijgt hierdoor een bonuspunt. Dus in mijn voorbeeld, de verteller krijgt 3 punten. Roze krijgt 3 punten, plus 1, omdat zijn kaart gekozen is, en krijgt dus in maar liefst 4 punten. En zo ga je alles af. Heeft iedereen de punten gehad, zijn alle konijntjes naar de respectievelijke nieuwe scores geplaatst, pakt iedereen zijn stemfiche terug, de verteller ruimt de 6 kaarten in dit voorbeeld weg, en die gaan een aflegstapel vormen. En ik leg ze dan open neer, zodat je goed kan zien dat het een aflegstapel is. Daarna vult iedereen zijn hand weer aan tot de hoeveelheid kaarten die het spel voorschrijft. 6 en met 3 spelers 7. En dan gaat de speelbeurt naar de speler links. En gaat hij 1 van de kaarten uit zijn hand kiezen. En daar gaat hij dan een verhaaltje bij vertellen. En dan gaat iedereen er weer een kaart bij leggen. En dan gaan we weer verder. Het spel gaat door tot de hele stapel kaarten op is. En zodra die stapel op is, gaan we kijken welk konijntje staat het verst op het speelbord. Heeft dus de meeste punten verzameld. En dat is dan de winnaar van Dixit. En zo wordt dit spel gespeeld. Het spel Dixit is natuurlijk weer eens iets heel anders dan de standaard bordspellen die voorbij komen in mijn spellenzolder. Het is leuk omdat het heel veel vergt van je fantasie. En je kunt het eigenlijk met iedereen spelen. De een zal misschien wat meer moeite hebben met het verzinnen van een tekst bij een kaart. Maar je hebt een hand van 6 en er zit altijd wel iets leuks bij. En je krijgt soms hele mooie omschrijvingen van kaarten. En dan gok je en dan zit je er nog naast. Maar het is gewoon een heel leuk spel waarbij je lekker getriggerd wordt om te denken en je fantasie te gebruiken en creatief te worden. En ja, dat vind ik gewoon erg gaaf in spellen. En dit is zo'n spel wat dat fantastisch doet. Er zijn een aantal uitbreidingen voor, zodat je het met meer mensen kan spelen, zodat je meer kaarten hebt. En ja, die ga ik niet de revue laten passeren, maar ik denk wel dat ik ze ga kopen. Want ik vind dit echt een erg gaaf gezelschapsspel. En het is ook weer zo'n spel waarbij je echt met z'n allen samen dit spel aan het spelen bent. Je wordt erin gezogen, je gaat meedenken en als iemand anders een term geeft, dan ga je zelf ook tussen je kaarten kijken van ja, wat heb ik wat daar het meest op lijkt om verwarring te zaaien. Want ja, jij weet natuurlijk welke je kaartje speelt en dan kun jij lekker goed stemmen en gaat de rest punten mislopen. Dus ook het art op de kaarten, het is een hele aparte, hele eigen stijl. Een beetje doet me denken aan kinderboeken, maar ja, ik vind het een hele toffe stijl. Echt een hele gave stijl die heel goed past bij dit spel. En het is ook gewoon heel makkelijk om bij een van de kaarten in je hand sowieso een leuk verhaaltje te verzinnen. Ik vind het een super spel. Ik geniet hier echt van. Dit is echt een gezelschapsspel wat je met jong en oud en met hardcore gamers en beginnende spelers kan spelen. En je hebt gewoon heel veel schik mee. Het is ook in een half uurtje klaar. En dan heb je eigenlijk, dan heb ik meestal het gevoel van ik wil nog een spelletje spelen. Het spel krijgt van mij daarom een dikke 7,5. I can see all the stars just shine on me when I dream a little fast.